Het Centraal Planbureau komt met sombere cijfers over de economie. De Nederlandse economie staat er slecht voor en er komen steeds meer werklozen. In 2014 zal de werkloosheid in Nederland stijgen naar zo'n 7%. En dit is een fors percentage. En wij vroegen de Arnhemmer of ze ook bang zijn hun baan kwijt te raken. De werkloosheid in Nederland die groeit. Bent u zelf wel eens bang om werkloos te worden? Nou ja, ik werk in de kinderopvang, dus het zijn rumoerige tijden. En je weet niet wat er komen gaat, maar de angst is er zeker wel, ja. Ik ben mijn baan kwijt en ik ben al een aantal jaren werkloos. Nee, nou dat heb ik niet in mijn leven. Ik ben zelfstandig ondernemer. En mijn taak is eigenlijk om mensen in termen van reïntegratie weer aan het werk te brengen. Niet zo heel erg, want ik werk nu op zich bij de Albert Heijn. En hierna moet ik nog gaan studeren. Maar ja, als het zo wel doorgaat, dan misschien wel later. Ja, het is ontzettend moeilijk om aan werk te komen. Vooral voor ouderen. Als je ergens gaat solliciteren, dan wordt het heel moeilijk. Voor heel veel mensen is het moeilijk om weer een baan te zoeken. Want ik loop ook al bijna tegen de 50 en allerlei. Ook voor andere mensen en zo. Ja, als er geen werk is, ja, dan kunnen ze ook niet werken. Dus ja, kijk, en de meeste mensen willen wel gaan werken, maar ja. Als het er niet is, ja, dan kan het ook niet gedaan worden. De overheid wil nog meer gaan bezuinigen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is gewoon helemaal verkeerd. Ah. Dat stond vanmorgen ook nog een stuk over in de krant. Dat de regering gewoon alles kapot bezuinigt. Ah, dat is een hele kwalijke zaak. Want je moet normaal in een economie geld inpompen. Dat mensen weer gaan consumeren en niet... geen dingen meer kopen, want dan gaat het helemaal mis. Heeft u het gevoel dat de kloof tussen arm en rijk hier in Arnhem steeds groter wordt? Ik heb dat niet direct in de gaten. Het enige waaraan ik het wel lees is dat schuldenposities van mensen groter worden. Dat is één. Ook dat voedselbanken, dat daar steeds meer mensen komen. Dus dat je wel ziet dat ook mensen die in modale gezinnen, die soms gewoon toch niet redden. En dan op een gegeven moment, laten we zeggen, even op dat moment aan de goden overgeleverd zijn. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk toch wel dat er veel mensen ook wel bewust zijn dat, tenminste de rijkere mensen, dat heel veel mensen in arm leven. En of dat echt een kloof is, weet ik niet. Als ze toch wel begrip hebben. Ja, het geeft, als het zo doorgaat, kan het ook tot confrontaties leiden, denk ik. Wat mij opvalt is dat heel veel mensen die werkeloos zijn op dit moment, die zitten in een soort vacuüm. En die kijken niet verder dan, laten we zeggen, 2 meter naast hun omgeving. En daar gaat het vaak mis, omdat je je horizon wel een stukje moet verleggen om te kijken van wat mogelijkheden zijn. Ligt het probleem dan volgens u ook vooral bij de mensen zelf? Nee, dat niet. Maar ik vind wel dat mensen die discipline om het beste uit jezelf te halen, dat klinkt vaak als een soort ideaal. Maar dat is wel nu wat je nodig hebt om en te overleven en door te gaan, vind ik.